kijkers van Studio Pro Games HD. Ik ben Quinten en vandaag doen we, zoals je misschien al in de titel ziet en waarschijnlijk nu ook al zo, een stunt! Yay! Eerste keer een stunt doen met de game recording, weet je wel. En ja, vandaag gaan we landen op de docks. En ik denk dat je weet wat de docks zijn. Dat zijn die platformdingen. En daar moeten we op gaan landen. Ja. Yeah. En niet met een airgrab, maar gewoon normaal echt landen. Met de motor. En dat is best wel een leuke stunt. Dus ja, ik dacht gewoon, weet je wat, ik ga het eens doen. En ja, gisteren deed mijn motor het niet. Toen kon ik geen wheelie trekken, maar nu weer wel. Dus daarom kan ik nu ook weer een stunt doen. Yay. En let's see if we can make it. Jammer. Ja, de landing daar is best wel moeilijk. Daar gaat het gewoon een beetje om, de landing. En ja, dus tot zover. Dat is de stunt wat we moeten doen. En ik heb hem al een keer gehaald trouwens. Maar dat was niet op camera of zoiets. Het was gewoon, ik wou deze stunt uitproberen en poem, ik had hem gehaald. Dus ja. Dat was best wel vet. Wel één nadeel en op deze manier recorden. Ik kan maar 15 minuten. Ik kan maar één filmpje, kan maar maximaal 15 minuten doen. Niet dat dat een heel groot probleem is, want daarna kan ik gewoon weer een nieuw filmpje maken. En die kan ik er dan gewoon achter plakken. Maar ja. Nou ja, weet ik veel. Ja. Dus. Maar ja. We zullen het dus wel zien. En ja, ik wil misschien ook nog iets gaan doen. Een soort serie of zoiets met Advanced Warfare, Call of Duty, weet zelf. En ja, dus daar kijk ik ook nog wel naar uit. En natuurlijk ook bijna Black Ops 3. Die ga ik ook halen. Maar ik weet niet of ik hem meteen ga halen. Misschien een paar weken na de release. Maar ja, in ieder geval. Dus ja, dat zullen jullie ook nog wel een keer. Dat kan je ook verwachten. En ja, ik ben heel blij dat dit werkt. Dus, ja, het is gewoon heel vet. Het is, ja. Het is gewoon super cool, weet je. Ik heb nog nooit zo opgenomen of wat dan ook. En oeh. Oké. Okay. Dat moet ik zeggen, die was toch best wel vet. Vooral als we op dat gebouw zouden landen, zou het echt een heel gekke stunt zijn. Maar nu was hij wel gewoon oké. Okay. Maar ik hou het hier niet bij. Ik ga gewoon door. Ja. Dus ja. Ik ben meer aan het praten dan stunten. Maar ja, dat moet ook wel eens gebeuren. Wow, ik werd heel hoog de lucht ingestuurd. Let's see if we can do an air grab. Niet zo hoog. Oh, oké. Okay. ja. Dus ja, op zich. We zijn nu niet zo heel lang bezig. En we hebben al best wel een sick stunt gedaan. Natuurlijk heb ik wel al heel lang niet meer gestunt eigenlijk. Nou, in ieder geval natuurlijk. Dat weten jullie niet. Maar ik heb al best wel lang niet gestunt. Dus ja. Jammer. Dat is wel raar. Lol. En misschien horen jullie af en toe een beetje gekraak van mijn headset en shit. Maar ja, deal with it. Ik heb daarom ook niet de beste mic, maar ja. Alsnog. Oh ja, het is denk ik wel gewoon beter dan niets, denk ik aan. Dat denk ik wel, ja. Dus ja, ik ben er wel gewoon blij mee. En let's see if we can make it. Sorry, die landing, die is echt heel moeilijk. Ik weet niet precies hoe ik moet landen. Maar ja, het is gewoon moeilijk. Maar ja, we gaan gewoon door. We zijn nu klaar. En dit gebeurt nu ook best wel vaak. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik moet gewoon ook weer even een beetje inkomen, denk ik. Ik had voor de opnames ook al heel even gestund, maar niet heel lang. Dus. Oké.
Hoe ver kunnen we het halen? Tot die. Wauw. Ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn motor ging opeens schuin. Dus dat werkte niet helemaal. Oh, en als je ook PS4 hebt, dan vind ik het ook heel leuk om een keer een met de kijkers te doen of zoiets. Maar ja, ik denk nog niet echt dat dat zal gebeuren, want we hebben nog maar 24 abonnees. Waarvan waarschijnlijk 20 van onszelf is. Weet ik veel. Dus ja. Ja, het is gewoon leuk om video's te maken en zo. En het boeit me nog niet echt heel veel wie er nou allemaal kijkt of wie niet. Ik doe het vooral voor mezelf. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om te maken. En ja, niet dat ik heel erg goede kwaliteit geef of zo. Maar daar draait het bij mij niet echt om. Maar het boeit me niet heel erg veel hoeveel mensen er kijken of zo. Ik vind het gewoon leuk om de video's te maken. En ja, that's what counts, right? Wow. Ik was bijna op de andere docks geland. Alleen niet echt helemaal goed. Maar ja. Oké. Come on. Kut, sorry. Dit gebeurt wel echt heel vaak. Ik denk dat ik gewoon een goede wheelie trek. Maar alsnog werkt het niet helemaal. En als we geen andere stunt halen, dan ga ik gewoon voor die stunt die we net al deden, die ook best wel vet was. En dan zet ik daar gewoon een muziekje onder of zoiets. Dus ja. En we landen nu hier, wat op zich niet erg is. Maar, oké, waar de fuck gaan we heen? Juist. Juist. Oké, ik weet niet echt wat we hitten waardoor we zo hoog kwamen, maar oké, ik vind het goed. Even een beetje concentratie erin houden. Wow, ik weet niet wat daar gebeurde. Nope. Die lukte niet helemaal. En ik weet dat de stunts zeg maar niet altijd heel leuk zijn om te kijken. Omdat ja, vooral dit een beetje is de hele tijd. En daarom verwacht ik ook niet dat we hier heel veel kijkers op zullen krijgen. Maar ja, alsnog, ik wil gewoon even een stunt doen. Zoals ik al zei, ik doe het voor mezelf en niet voor mijn kijkers nog eigenlijk. Maar ja, natuurlijk vind ik het wel leuk gewoon als iedereen kijkt. Toppie, echt gewoon als ik een miljoen abonnees heb, helemaal fijn. Maar ja, voor nu is het gewoon leuk om video's te maken en daar doe ik het vooral voor. Dus ja, dat moest er even uit. Ik weet ook niet. Dus ja, nu dat is gebeurd, kunnen we weer verder naar focus op de stunt. Nou, we kunnen ook op die proberen te landen. Juist. Dat lukt ook niet helemaal. En wat deed ik daar? Ik dacht dat ik driehoekje ingedrukt hield, maar nope. Ziet wel echt een sick ton of boosters. I don't care. Uh-oh. Nope, that won't work. Ik zit nog een beetje te denken. Die stunt is best wel moeilijk eigenlijk. Ik kan je trouwens best laten zien hoe ik zeg maar die andere stunt al een keer heb gehaald. Ja, dat kan ik zo meteen ook nog wel laten zien. Ah nee, ik land precies zo tussen die twee docks in. Ik wist niet voor welke docks ik nou moest gaan. Dus toen viel ik het water in. Nice. Sorry, dit is fucking moeilijk. Maar toch is het me een keer gelukt. Die staat vast. Die kan ik zo meteen wel laten zien, denk ik. Ik weet niet eens of dat echt goed kan, maar
sorry. Oh ja, trouwens, met die stunt die ik al een keer had gehaald, had ik 2 keer achter elkaar een gekke stunt, echt achter elkaar. Ja, dat laat ik zo meteen wel even zien als dat kan. En... Oh, wat? als ik gewoon op mijn motor bleef, dan had ik hem gewoon gehaald. Ah, nice. Heel nice. Mooi de lucht in. Over welke moet ik gaan? Oh! Jezus. Oké, weet je wat? Ik laat hem zien. Ik ben zo weer terug. Oké, ik kon hem helaas niet opnemen. Dus ik kon hem niet laten zien. Dat faalt. Maar het is me wel echt gelukt. En misschien weet ik nu ook hoe ik hem goed moet landen. In de filmpje land ik hem. Nou, dit gaat niet worden. En ik ga ook nog maar even een paar minuten door, want deze video wordt veel te lang. Maar ja, ja. Zo, pak die booster. En oké, nu heb ik hem even mooi in de lucht. En ik landde hem zo. Maar niet helemaal. Oké, weet je wat? Ik denk dat ik gewoon hier ga eindigen. Vergeet vooral een blauw duimpje te geven. Vergeet vooral niet te abonneren. En ja, vergeet vooral ook niet de vorige video's uit te checken. Vergeet vooral niet ook de vorige video's te bekijken. Vergeet vooral niet ook. Oké, nice. Nou, in ieder geval. Latte. Oh, bijna. Nice. We will stand, we will fight,